Hey, voor iedereen die toch nog zijn centje in crypto wil steken op een moment. Hoe houden ze het veilig? Wat moeten ze doen, mannen? Net zoals in 2018, 90% van de mensen verdwenen toen de bearmarkt was. We weten allemaal wat er daarna is gebeurd. En het is nu heel slecht. En het enige wat je op social media ziet is heel slecht. Maar dat is juist het moment dat je moet begrijpen voor jezelf. Hey, hier zou een kans kunnen liggen. Fundamenteel is er niks veranderd. Laat ik de discussie openen. Wie kopt hem in? Is er een toekomst voor crypto? De eerste podcast vanuit Dubai, The Future of Finance. Vorig jaar was dat natuurlijk vanuit Zuid-Afrika. Maar dit jaar zijn we er in een nieuwe setup vanuit Dubai. Hier op het What the Finance Day One kanaal. We gaan het hebben over de gehele financiële wereld. En dan beginnen we natuurlijk met The Future of Finance. En daarin is natuurlijk ja, crypto, NFT's, dat soort dingen zijn op het moment wel leading. Er is een hoop aan de gang. We hebben hier drie mannen aan tafel zitten die redelijk wat ervaring hebben in die richting. En dat is een understatement. Mannen, gezellig dat jullie er zijn. Ik weet niet of het ook een gezellig gesprek wordt. maar ik maak even een klein rondje. Want dat is altijd het makkelijkste voor degene die kijken en degene die luisteren. Aan mijn linkerhand, Quinten uit België. Wel gezellig dat je met ons mee bent. Ver reizen of viel het mee? Ja, viel wel mee. Ik ben ook vertrokken van op Schiphol. België is natuurlijk niet zo groot, dus ik ben ook snel in Schiphol natuurlijk. Hé, hey, ja. Crypto. Crypto is, zachts gezegd, jouw leven? Ja, toch al mijn hele professionele leven in ieder geval. Ik heb nooit iets anders gedaan. Dus de laatste 6 jaar echt van de schoolbanken gekomen. En van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dus met heel veel passie nog steeds na 6 jaar. Met ups en downs. We weten allemaal hoe dat gaat natuurlijk in crypto, met zo'n jonge markt. Maar na 6 jaar nog steeds heel gepassioneerd door het onderwerp. En het is moeilijk los te laten. Zeker je hebt boeken uitgebracht? Yes. Op Twitter heb je een redelijke following ondertussen weten op te bouwen. Ik denk een kleine 100.000, iets meer ondertussen. Op YouTube actief geweest. Daar ben je gestopt. Maar het is wel nog steeds dagelijks twitteren over alles wat er in de cryptowereld gebeurt, hè? Ja, inderdaad. Ja, de eerste 4 jaar van mijn crypto journey heb ik YouTube gedaan. En ik was het grootste kanaal van de Benelux tot die guy hier aan mijn linkerkant de troon heeft overgenomen. Dus ik had 150.000 op YouTube en dan vorig jaar in april denk ik ben ik geswitcht naar Twitter. Dat was toen nog heel klein, dus ik heb dat eigenlijk pas sinds vorig jaar maart ongeveer beginnen opbouwen. En nu ja, inderdaad, vorige week 100.000 gehaald. En ik heb me dan ook direct een mooie Twitter taart besteld. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ziezo, ja. Robin? Ja. Warp. W-A-R-B-B. NFT-artiest. Ja, als ik het zo mag, als ik het zo mag omschrijven. Nou ja, kijk, daar is het voor mij begonnen met NFT's. Ik ben graaf designer nu al voor 16 jaar. Met mijn compagnon Robert samen. We hebben Roar Studios, een branding agency. En we hebben eigenlijk altijd de droom uitgesproken om wel ooit kunst te gaan maken. En dat deze 2 jaar geleden al voor NFT's begon. Alleen ja, toen corona hits de fan. En we hadden 60 festivals op de planken liggen. Waar we eerst natuurlijk moesten kijken hoe we met bedrijf dat gingen oplossen. En in corona eigenlijk kreeg ik de kans om toch met NFT's aan de gang te gaan. Want ik hoorde van meer mensen van, hey Robin, NFT's, crypto art. Daar moet je iets mee gaan doen. Is dat niks voor jou? En ik ben daar een beetje ingedoken. En ik heb daar mijn research naar gedaan. Ik dacht, ja, eigenlijk is het wel heel gaaf dat ik dan mijn vrije werk kan maken. En misschien dat mensen het wel willen gaan kopen als ze het mooi vinden. Voor artiesten was het echt life changing, hè? Zeker, omdat er ook heel veel grafische ontwerpers zijn die eigenlijk heel lang ondergewaardeerd zijn in wat ze doen. Want kijk, de kunst evolueert zichzelf ook. En we maken al jarenlang digitaal wat de schilders vroeger op canvas en met kwast deden, doen wij ook digitaal. En dat vind ik wel een hele mooie brug die nou geslagen dat ook echt digitaal art ook nu geaccepteerd nu ook wordt in de art scene ook nu. En dat de royalties blijven binnenkomen je leven lang, wat natuurlijk het allergrootste verschil is. Klopt. Er zijn wel discussies natuurlijk nog wel over, hè? Ja, nu wel. Nu het slecht gaat. Precies, nou het slecht gaat inderdaad. Maar ja, dat is een hele mooie gedachtegang ook, denk ik. Ja, 100%. Ja, daar zit hij. Hallo. Jij was al een tijdje hier in Oman, hè, met je vriendin. Ja, een weekje vakantie gepakt in Oman. Echt heel erg rustgevend als ondertussen de hele markt in elkaar tieft. Maar een weekje Oman, 2 dagen Dubai en nu zijn we hier. Ja, en voor de mensen die jou nog niet kennen, hoe zou je jezelf omschrijven? Trader, investeerder, mensen noemen het een finfluencer, econoom. Eat Global heb ik natuurlijk. Bedrijven waar we trade-ideas doen.
dat is eigenlijk denk ik alomvattend wel wat het is. Ja, we hebben hier een goed groepje crypto en NFT experts zitten. In ieder geval, we hebben allemaal best wel wat ervaring als we het daarover mogen hebben. Dat kan je online ook overal vinden voor degenen die dat willen. We doen even wat linkjes van iedereen zijn Instagram en eventueel Twitter in de beschrijving zetten. Dus mocht je meer over jullie te weten willen komen, dan kan dat gewoon. Het heet The Future of Finance. Daarom zijn we in Dubai. We zitten buiten. Je hoort de vogels. Het is, ik denk, een graadje of 43. We zitten in een fantastisch resort. Maar zoals ik net ook al even zei, er is veel stress in de markt. Helemaal bij jullie. Ik hoorde Michael net al even zeggen, ja, lekker dat alles instort terwijl ik in Oman zit. Dan is het natuurlijk best wel een lachertje dat het The Future of Finance heet. Want laat ik hem meteen maar even inkoppen. Is er een future voor crypto en eventueel NFT's? Want het is best wel een moeilijke periode op het moment. En dat is best zacht omschreven, toch? Laat ik de discussie openen. Wie kopt hem in? Is er een toekomst voor crypto? Ja, ik denk 100%. Ik denk dat wat er nu gebeurd is vorige week, en daar hebben we het dan waarschijnlijk over met FTX die omgevallen is, heeft in essentie veel te maken met crypto, maar ook eigenlijk heel weinig. Dus het is een handelshuis waarbij de eigenaar daarvan te jong was, te veel geld en te veel macht heeft gekregen en daar, doordat er geen regulatie is, gewoon misbruik van heeft gemaakt. Ja, want wat is er gebeurd, kort gezegd? Ja, FTX is failliet gegaan of omgevallen. En dat was een van de grootste platformen om crypto te traden in de wereld? Ja, nou ja, ze zeiden dat ze heel erg groot waren, maar nu achteraf lijkt het toch wel enigszins mee te vallen met hoeveel ze daadwerkelijk nou aan assets hadden op hun balans. Maar inderdaad, een van de grotere jongens en een soort van vergelijkbaar met mensen die in de crypto zitten met Mt. Gox. Dat was ook een van de grotere destijds die omviel en dat zorgde voor behoorlijk wat reuring. En dat zien we nu weer. Ben je geld verloren? Nee, maar wel de posities die natuurlijk hard zijn gaan kelderen. Ja, want even een verduidelijking. Hoe bedoel je posities en zijn gaan kelderen? Nou kijk, je hebt mensen die geld op FTX zelf hadden, sommige miljoenen. En dat ga je gewoon kwijt zijn. In ieder geval voor meerdere jaren hoop je dat je iets terugkrijgt. Maar de markt zelf is natuurlijk ook gedaald. En ik zat long. Dus dat houdt in dat ik ervan uitging dat de markt omhoog gaat. Dus als de markt dan daalt, dan verlies ik waarde van mijn portfolio. Ja. En dus hoe erg is dat nu, Michael? Valt op zich nog wel mee als ik naar de druk kijk. Zoals Ethereum, die staat nog steeds 1200 nog wat. Dus dat is op zich prima. Alleen sommige andere alts als Chainlink of Solana, ja. Of die zijn echt gaan zwemmen. Nou ja, er zit hier natuurlijk een Chainlink believer, dus die is helemaal kapot. Ja, ja? Maar, ben je kapot, Quinten? Maar valt wel mee. Ik heb dat doorheen de jaren wel leren relativeren, zulke zaken. Maar het is zoals Michael zegt, het is alweer een... Maar hoe relativeer je zoiets? Want hebben we het hier over een paar honderd euro of hebben we het hier echt over tienduizenden euro's? Ja, toch eerder naar het tweede, ja zeker. Ja. Maar kijk, het hoort erbij. It's part of the game we play. Maar Quinten, kijk, dit antwoord begrijp ik van jullie allemaal. Hè? It's part of the game we play, maar dit doet toch gewoon wel echt pijn? Ja, maar nogmaals, ik vind eigenlijk gewoon dat je tegen jezelf moet zeggen van kijk, het hoort er gewoon bij. Zo simpel is het. En deze markt is nog jong en daar moeten bepaalde spelers uit die zich misdragen. Die bepaalde zaken doen die niet kunnen. Die worden er doorheen de jaren gewoon uitgegooid. En dat heeft telkens opnieuw een impact op die markt. En je weet dat dat gebeurt en je weet dat het ene bedrijf dat omvalt het andere gaat affecteren. Dus ja, dan is dat een beetje een reactie van, ja, een chain reaction eigenlijk. Hè? Van het ene bedrijf dat dan het andere laat omvallen, omdat ze met elkaar verbonden zijn. Maar ja, lange termijn is dit gewoon goed voor de industrie, zo simpel is. En dat kan natuurlijk wel een heel controversieel standpunt zijn, maar naar de toekomst toe... Ja, deze moeten er gewoon simpelweg uit. En we willen gewoon de good actors overhouden. En daarmee verder gaan. Daarmee de toekomst bouwen van crypto. Zo simpel is het. En daarom probeer ik dat ook van op zo'n manier te bekijken. En ja, als je dat te veel aan je hart laat komen... dan hou je dat gewoon niet vol. Dus daarom dat ik er ook probeer licht over te gaan. En ja, it is what it is. Ik denk dat het ergste... Ik vind eigenlijk persoonlijk het ergste is... Dat het alweer naar de buitenwereld toe... Dat crypto weer een deuk in zijn imago heeft gekregen. Het is weer een reden waarmee dat de media en andere sceptici kunnen gaan lachen en zeggen van ja, zie je wel, wat een industrie is dat nu.
Dus dat is voor mij persoonlijk wel het ergste eigenlijk, ja. Deep in Chainlink? Ja, Deep in Chainlink. En dat is een van de dingen die de laatste dagen wel serieus zijn gekelderd. Ja, ja, maar ik ook. Ik praat er nooit eigenlijk over, maar ik heb ook echt wel heel wat in Chainlink zitten. Die doet pijn. Hoe pijn doet die bij jou, Quinten? Ik probeer dat altijd te relativeren. Ik bekijk het als... Maar even serieus, krijgen we het soort van standaard antwoord waarin we zeggen, we proberen te relativeren en het komt wel weer goed. Maar dit doet toch echt verschrikkelijk veel pijn, of niet? Ik ben eigenlijk gewoon mijn gevoel volledig kwijtgeraakt doorheen de jaren. Ja, omtrent ups en downs. Ja. Ik schakel dat gewoon uit. Nee, echt oprecht. Ja, het maakt mij eigenlijk op zich niet zoveel meer uit. Nee. Ik kijk lange termijn en ik probeer die korte termijn volatiliteit volledig uit te schakelen. Maar ja, natuurlijk, je ziet dat alles wel keldert. En dan is het gewoon tijd om eventjes je blokfolio of delta enkele dagen, weken niet meer open te doen. Ik denk dat ik het al maanden niet meer heb open gedaan. Maar ja, kijk, het is er onderdeel van. En, hoe ga je daarmee om? Gewoon niet open doen en je compleet je hoofd uitzetten? Ja. Ja. Ook als je zoveel op het spel hebt staan? Ja, gewoon niet kijken. Gewoon niet kijken en minder opvolgen dan anders. Zeker qua prijsschommelingen. Ja, nu probeer ik daar gewoon echt niet te veel naar te kijken. Zo simpel is het. Hè. Hoe doe jij dat met je NFT's dan, Robin? Ja, ik heb ze eigenlijk gewoon weggedaan. Panic-seller, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, ben je een panic-seller geweest? Weet je, het is, kijk, crypto kreeg ik gratis bij met NFT's. Want ik had er allemaal geen verstand van. Dus ja, toen ik Cool Cats kocht en Oniforce en dat ding dat keldert, toen dacht ik, shit, dat gaat mijn hele handeltje. Want eigenlijk van de arts die ik verkocht, hè, de iets die ik daarmee verdiende, die stopte ik op een andere artiesten. Of daar kocht ik die PFP-projecten van. Ja, want zeg maar. Even, wij hebben met z'n tweeën hebben heel wat gesprekken gehad over NFT's. We zitten in een groepje en dan praten we ook over wat we wouden kopen. En daar hebben we over gepraat, hebben we over gediscussieerd. Jij bent echt een liefhebber, echt een artiest. Jij kocht ook echt wat je mooi vond. En waarvan jij dacht, dit is een mooi project en daar wil ik bij horen. Het was echt dat community gevoel. Ja. Heb je dat nu nog steeds, nu het zo gekelderd is? Of heb je er ik had daarvoor al een beetje aversie, omdat ik op een gegeven moment merkte dat de Bored Apes die kwamen uit. En ze presteren het gewoon om binnen een maand nog 8 andere A-projecten te lanceren. En toen dacht ik van, hey, oké, als dit de creativiteit is die er echt in rondgaat, dan moet ik nog maar zien waar het allemaal gaat eindigen of waar het heen gaat, zeg maar. Dus dat vind ik wel lastig. Kijk, ik vind het idee van NFT's gewoon geweldig mooi. Ik ben alleen wel iets gedownskilled in het feit van, hè, met alle roadmaps, hè, het overpromise under deliver gehalte, zeg maar. Dat moet ik allemaal eens zien. En wat Quinten net ook zegt, het is goed dat het nu ook gebeurt, want ik denk dat nu ook de juiste mensen ook gescheiden worden van die echt liefhebbers zijn voor kunst of PFP-projecten. Dan de mensen die voor het snelle geld zeg maar, gaan. Want er zijn heel veel projecten achteraf geweest. Het is toch altijd met crypto en NFT's snel geld geweest, jongens? Alles. Toch? Want dat is wat... Niemand durft het altijd te zeggen. Er wordt altijd een beetje omheen gepraat. En dit is een mooi project. En ik geloof in deze whitepaper. En dit is een fantastisch NFT-project met een hele mooie community. En toen dacht ik bij mezelf, maar als ik nu tienduizenden euro's moet gaan investeren op het feit dat de community goed is, ja, die heb ik ook op YouTube, jongens. We hebben een hele mooie community daar. Dus het werd ook allemaal heel goed verkocht. Ja, klopt. Maar uiteindelijk deed iedereen het toch gewoon heel simpel voor de centen. Ja, dat zag je zeker. Want in de Discord ook. Het was alleen maar continu floor price praat, zeg maar. En hou die NFT's vast. Die list alles. Want dan gaat die vloerprijs omhoog. En daar merkte ik aan mezelf een beetje van dat ik dat gewoon echt minder chill begon te vinden. En vooral ging kijken van hoe ga ik een NFT misschien voor mezelf dadelijk in de toekomst als art zien. En ben ik daar meer op gaan focussen. Dus toen heb ik eigenlijk alle NFT's een beetje verkocht. Uit paniek en een stukje teleurstellendheid misschien ook wel. Ik denk ook wel dat typisch iets is voor een bull market. In een bull market is het ook natuurlijk, ja, alle prijzen gaan omhoog. Mensen verdienen geld. Dan wordt er natuurlijk meer gefocust op die centen. Ja. Eerder dan het fundamentele. Maar ik denk nu tijdens de bear market en zo, ja, verliest iedereen veel geld en dan probeer je dat eigenlijk, ja, een beetje te compenseren door te gaan praten over die fundamentele potentieel eigenlijk dat zit in NFT's, in crypto. Ja. Nooit NFT's gekocht, Michaal? Nog steeds niet, nee. Nee, we hebben er nog even over gehad. We wouden een Bored Ape kopen, maar toch niet gedaan. Nee, maar dat punt begint nu langzaamaan wel te komen, denk ik. Ik denk dat... klinkt een beetje bot, maar nu is de beste kans. Ik bedoel, de bad players gaan eruit. Wat anders is dan bij de bankenwereld. Want bij de bankenwereld zouden de bad players er ook gewoon uit moeten gaan. Maar die worden telkens gered. In crypto gebeurt dit nu. En ik denk dat dit juist goed is voor de toekomst van de markt. En dat vanuit hier weer een hele nieuwe
flow van bedrijven gaan komen die weer iets vets gaan bouwen en ook weer heel veel shit projecten. Maar de kansen komen gewoon nu. Ja. Dus nu is het wel, ja, misschien dat ik wel een aap ga kopen, who knows. Geloof je nog in NFT's op, ja, over het algemeen? De technologie geloof ik nog steeds heel erg in. Alleen die profile pictures, dat is nog wel een ander ding. Want daar zit gewoon nul utility achter. Dus daar gaat 99% van kapot. Dat is een beetje de ICO's van 2018, zeg maar. Maar als er echt utility aan gekoppeld is, zoals real estate of het tokenize van dit hele ding, dan zeker. Waar gaan de NFT's heen, Quinten? Ik ben ook wel een grote fan van NFT's. Ja? Ja, ik heb ook wel echt veel ETH verloren aan die PFP project. Te veel eigenlijk om goed te zijn. Dus ja, ik geloof er wel echt fundamenteel heel erg in. Wat is fundamenteel dan waarom jij in NFT's gelooft? Ja, omdat puur het digitaal eigenaarschap van iets en het digitaal transfereren van eigenaarschap, dat ontegensprekelijk is vastgelegd. Ja, dat is uniek, inderdaad. En dat begrijpen een hoop mensen nog niet. En helemaal niet in zo'n bear market waar eigenlijk alleen maar negatief gepraat wordt, is de technologie echt ondergeschoven. En dan merk je dat het eigenlijk alleen nog om het geld gaat. Want mensen verliezen een hoop geld, maar de technologie wordt compleet vergeten. Want dat is natuurlijk wel bij NFT's. Dat het digitaal eigenaarschap is zo uniek. Ja, het gaat nog ook veel verder. Het wordt ook heel veel nog gezien als inderdaad hè, die apen en art. Maar het is nog meer dan dat. Want alles wat jij kan ownen dadelijk, daar kun je een NFT aan koppelen, zeg maar. Op medical vlak of met huis of je auto, wat dan ook. Dus het gaat daar gewoon veel verder. En het is ook nog echt het beginstadium, zeg maar, van iets. Ik zie het ook als een afgelopen anderhalf jaar als een testcase van NFT's. Van wat gebeurt er? Hoe reageren mensen er een beetje op? En ja, het Wilde Westen komt ook heel gauw op. Dat is natuurlijk heel gauw met dat soort dingen. Maar dat wordt eigenlijk wel goed. Daar geloof ik wel in. Op de lange termijn. Hoe zien jullie het voor je crypto-wise, mannen? Want het is natuurlijk nu wel echt even zweethandjes. Kijk, de crypto-markt aan zich gaat gewoon volwassener worden. En dit horen daar hoe gaat bij dat gebeuren? Nou, want er zijn zoveel mensen die nu verliezen. Ja. Ik heb appjes gekregen van mensen die 6 nullen verloren zijn bij FTX. Echt in paniek. Specifiek voor Nederlanders ook natuurlijk een hele grote groep, omdat men op Binance geen futures kon handelen. Precies. Omdat men nog geen regulatie had. En daardoor is iedereen naar een partij gegaan die dus een Ponzi was. Daar kan je ook nog over gaan praten van ja, dat is waarom, hoezo? En hoe kan dat? Hoe kan dit, jongens? Hoe kan dit nou allemaal gebeuren? Ja, dat zo'n FTX compleet instort. Eén woord, regulatie. Ja. Maar we willen toch allemaal decentralized zijn? Ja, oké, maar dan moet je dus accepteren dat dit soort dingen gaan blijven gebeuren tot je een systeem hebt die wel functioneert met z'n allen. En daarom heb je nu, nou ja, vandaag komt Binance met dat recovery fund naar buiten, zodat hij eigenlijk ervoor gaat zorgen dat er, als zoiets gebeurt, dat de rest van het systeem instapt om ervoor te zorgen dat de pijn zo zacht mogelijk is. Weet je wat de DSB-bank had met toen die 100.000 euro die je zou krijgen als je heel veel zou verliezen. Ja, alleen printen ze niet, zeg maar, extra geld. Nee. Maar er is gewoon een fund gebouwd vanuit alle partijen. En die zorgen er dan voor dat de klanten gered gaan worden. In ieder geval de markt gered gaan worden. Want dat is nu het belangrijkste. En hoe ziet dit eruit dan nu? Hoe moet ik het voor me zien? Dus jij hebt een kleine 10.000 euro op een FTX staan. Dat is weg. Dat is weg. Dat is weg. Maar het punt is ook, FTX had dat geld niet eens. Het is een beetje zoals banken. Ja. Een bank heeft eigenlijk ook maar 10% van het geld dat iemand daarop heeft. En als natuurlijk iedereen tegelijkertijd dat geld zou willen gaan afhalen, ja, een bank gaat dat ook nooit kunnen trekken. Nee. En hetzelfde is gebeurd met FTX en eigenlijk nog veel meer. Er zijn echt rare geldstromen en zo geweest naar inderdaad een andere partij, Alameda Research, die dan ook daardoor veel andere projecten nu zo laat dalen, omdat die dat verkopen. Hè. Solana en zo, de connectie met Solana, de Chainlink holdings die ze hebben, ja, die zijn waarschijnlijk allemaal aan het verkopen nu. Om toch nog iets te proberen redden, of om het er ook allemaal uit te trekken en dan ermee te gaan lopen, dat kan ook. Maar het goede nu is, wel om daar nog eventjes op door te gaan, wat we nu zien met Binance en zo, de industrie, het goede is wel dat de industrie zichzelf regels gaat opleggen. We hadden niks van transparantie in wat de exchanges effectief hadden. En nu willen ze allemaal wel samenwerken om aan te tonen van oké, kijk, wij hebben zoveel reserves, zodat eigenlijk de klanten dat transparant kunnen gaan zien, dat er ook continu gecheckt wordt. Terwijl dat eigenlijk tot vorige week totaal niet het geval was. Ik denk, als je een partij moest gaan noemen die
waarvan je dacht van oké, die wordt echt goed gecontroleerd, die is echt goed gereguleerd, dat het toch wel FTX was. Dat is iets wat mensen totaal niet zagen aankomen. Ja, ze werken samen met de Amerikaanse Senaat. Ja. Je ziet ze eigenlijk overal in het straatbeeld. En dat is een partij waar dan mensen gewoon heel veel vertrouwen in hebben. Maar hoe weten wij nou, voor iedereen die zit te kijken en iedereen die aan het luisteren is, hoe weet je nou of je wel of niet safe bent? Al heb je er 10 euro op staan. Nou, daar zijn ze nu met die... je hebt zeg maar die val gehad van FTX. Dat is gekomen door de CEO van Binance die tweette dat hij de token van FTX, FTT, ging verkopen. Daardoor is het eigenlijk een sneeuwbal geworden. En dat moest gebeuren, want FTX had 9 miljard aan schulden. Waarvan onder andere 2,2 miljard aan Serum tokens. Dat is een crypto project die ze zelf hebben opgestart. Die hadden ze op de balans staan, terwijl ze maar de market cap van dat project maar 84 miljoen is. Dus dat is gewoon weg. Wat er nu daarna is gebeurd, is dat iedere exchange proof of reserves begint. Via auditors begint te laten zien. Dus daardoor ziet iedereen... Dus elke exchange moet nu laten zien dat ze die reserves echt hebben. Dat ze alle cliëntgelden of alle klantgelden één op één gewoon hebben staan. En dat zorgt ervoor dat er weer vertrouwen terugkomt. En dat gaat er dus ook voor zorgen dat er waarschijnlijk een paar partijen tussen gaan zitten die het niet hebben. Daar heb je nu met een paar specifieke partijen nu een soort van rumor gaande. Maar als dat bekend is, dan gaat het vertrouwen langzaamaan weer terugkomen. Alleen dat duurt gewoon heel lang. Ja, want dat zie je nu ook in de Bitcoin-prijs. Je ziet het eigenlijk overal wel een beetje. Ik weet niet waar die nu op staat. Jullie zullen dat beter weten dan ik. 15,8 op het moment van opname. Nu staat hij bijna 17 omdat CZ dat getweet heeft. Echt? Dit is toch ook een beetje gek dat gewoon iemand dat tweet en dat dat ding gewoon met 1000 euro omhoog gaat. Maar de macht van CZ is eigenlijk echt insane. Want inderdaad, wat CZ is de eigenaar van Binance, de CEO van Binance. En eigenaar van Binance, ja. En inderdaad, ja, als hij een tweet doet inderdaad over het verkopen van FTT, komt er paniek. Ja, op basis van rumors ook wel. En dan valt het hele systeem gewoon om. Er is nu zo'n groep op Twitter. Die heeft de Twitter Space. Dat is Mario Noval. Die heeft 30.000 luisteraars. En zelfs CZ werd gisteren aangepakt in die Twitter Space. Voor BUSD. Ripple werd aangepakt toen de CEO langskwam. Iedereen wordt helemaal gesloopt. En ook als jij als exchange-eigenaar iets zegt, dan wordt het altijd negatief uitgelegd. Dus er is zoveel misinformatie, negativiteit en alles is er nu gaande in de markt. Dat is begrijpelijk. Hey, maar jongens, de oplossing voor al deze crypto-projecten is toch gewoon dat er eentje moet komen die compleet alles verandert. Die zijn whitepaper compleet waar maakt. Bitcoin. Ja, Bitcoin is een goeie. Maar dat is er eentje. En ik denk dat Ethereum ook in de buurt aan het komen is. Maar we hebben er toch nog meer nodig die echt iets compleet anders doen dan dat het alleen met geld te maken heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dit is dus essentieel, heeft het niets met crypto te maken. Dat is een beetje het punt. Die exchanges hebben niets met crypto verder te maken, behalve dat je ze kunt handelen. Ja, crypto staat eigenlijk voor decentralisatie. En die partijen waar we het hier over hebben, zijn gewoon centrale partijen. En we hebben die natuurlijk nodig voor het grote publiek te gaan onboarden. Hebben die mensen gewoon nodig. Maar om daarnet stelde je de vraag van, wat is nu eigenlijk de oplossing? Wel, de oplossing is om gewoon uw geld zelf te beheren. Dan is er geen probleem. Vertrouw die centrale partijen gewoon niet. Gebruik ze enkel voor het aankopen en haal het er direct af. Ja, want dat is natuurlijk ook gek. Want ik ben iemand die niet zoveel verstand heeft van crypto als een hoop anderen. Maar ik weet wel dat ik alles op mijn ledger heb staan. Ja, en degene die miljoenen zijn verloren op FTX, dan denk ik bij mezelf. Maar iedereen die een beetje in crypto zit en die echt om zijn geld geeft, weet dat je bij zo'n partij niet zoveel geld moet neerleggen. Omdat er dan dit soort dingen. Iedereen zegt, ja, er is maar 1% kans dat het gebeurt. Ja. Maar het is wel gebeurd. En er zijn een hoop mensen een hoop geld kwijt. Terwijl ik denk bij mezelf, als je zoveel weet over crypto, dan is dat toch het eerste wat je niet doet? Ja, sowieso. Maar ik denk natuurlijk, er is één mogelijkheid waarom dat je zoiets doet. En dat is natuurlijk omdat je een actieve trader bent. Ja. Zoals Michael daarnet ook zei. Ja, dat begrijp ik. Hoeveel mensen in Nederland traden futures? Heel veel. En Binance kan het bijvoorbeeld niet, ja, dan gaan ze naar FTX. Maar dat is ook de reden waarom dat mensen geld hebben staan, denk ik. En dat is ook de enige goede reden waarom dat je geld zou hebben staan op een centrale partij. Terwijl er natuurlijk ook decentrale alternatieven bestaan ondertussen. Maar ja, voor de rest, zoals je zegt, moet je gewoon in een hardware wallet steken. Dat is het enige wat je moet doen. En daar draait het toch eigenlijk ook om, hè, in crypto. Het is gewoon, je wordt terug eigenaar van je eigen activa. Je wordt terug eigenaar van je eigen geld. En dat is ook de reden waarom dat mensen weggaan van banken. Maar ze doen gewoon hetzelfde bij exchanges. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Maar het is een beetje,
we willen eigenlijk een centraal decentraal iets hebben, toch? Het moet van beide werelden. Nou ja, het komt uit op transparantie, toch? Ja, dat. En als een exchange is niet verkeerd als daadwerkelijk, zoals een bank vroeger het ook deed, jouw gelden werden daar neergezet, werden vervolgens uitgeleend of werd het spaarrekening. Of in ieder geval, het matchte één op één met wat er gestort was, met wat er in de bank staat. Als dat klopt voor een exchange en dat blijft zo en de regulatie gaat dat zo doen, dan kunnen we ze weer gaan vertrouwen. Maar het blijkt dus heel moeilijk voor één persoon of meerdere personen om zoveel geld te beheren en er met je klauwen vanaf te blijven. Ja, maar het mannetje had alle macht en hij is 29. Of zoiets, ik weet het niet precies, maar hij is super jong. Er zijn alle gekste verhalen nu. En daar is gewoon, het kon omdat er geen regulatie was, omdat er geen transparantie is. Centrale partijen is helemaal niet erg, zolang die transparantie er maar is. Ja. Hey, voor iedereen die toch nog zijn centje in crypto wil steken op een moment. Hoe houden ze het veilig? Wat moeten ze doen, mannen? Ja, ik zou zeggen, je kan inderdaad centrale partijen gebruiken. Zoals de grote exchanges. Je hebt er een paar die echt wel heel goed zijn. En die je eigenlijk ook, denk ik, kan vertrouwen. Alhoewel dat nu wel moeilijk is om te zeggen. Vier maanden geleden had je FTX er gewoon bij genoemd. Ja, effectief. FTX was voor mij een tier 1 exchange. Zeker en vast. Niet veel mensen hadden dit zien aankomen. Maar er is natuurlijk niks mis met aankopen op zulke platformen. Maar hoe hou je ze veilig? Gewoon onmiddellijk na het aankopen op je hardware wallet zetten. En dan is de enige die er controle over heeft, jezelf. De enige die je kan vertrouwen, is jezelf. Zo simpel is het. En zo moet je het doen. Ja, want als we dan kijken naar het aankopen nu van NFT's. Lastig. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Nee, hè? Oprecht niet. Nou, ik moet zeggen, kijk, Clone X bijvoorbeeld, hè, daar heb ik echt vertrouwen wel in, moet ik zeggen. Die met Nike veel dingen gaan doen en die goede metaverse en bouwen zijn er ook. Dat is wel iets waar ik van zeg, van die gaan wel dadelijk wel los. Bored Ape denk ik ook wel, maar ik vind dat hun toch, hè, ik was in New York dan op NFT NYC, als je kijkt wat hun dan uiteindelijk in de praktijk brengen. Ten opzichte van Cool Cats bijvoorbeeld, hè, die een half pretpark bouwen daar met een hele experience, noem het maar op. Denk van ja, maar die snappen het dan volgens wel. Ja. En ik vind bij Bored Ape ook, hè, bij Yuga Labs, toch ook veel blabla nog en nog weinig outcome persoonlijk, als ik het met andere projecten vergelijk. Ja, je zou bijna zeggen, het waait hier een beetje voor de mensen die aan het luisteren zijn. Het zit er gewoon buiten lekker warm, dus je hoort af en toe de wind tussendoor. We worden aangevallen door vliegen. Maar wat je merkt nu toch, is dat als de moed in crypto een beetje verdwijnt, dan gaan de NFT's helemaal... het staat wel met elkaar gelinkt. Ja, en die krijgen helemaal klappen dan. Want als je geen crypto koopt, koop je helemaal geen NFT's. Nee. Dus het begint wel een serieuze markt te worden, maar het krijgt ook nog serieuze klappen. Hoe lang denken jullie dat het gaat duren voordat het een soort van hierbovenop is en dat we het echt stabiel hebben? En wordt het ooit stabiel? Het is natuurlijk nog een heel jonge markt. En dan specifiek over de NFT's. Ze hebben eigenlijk maar hun eerste cyclus gehad. Precies. Terwijl dat crypto al een paar cycli heeft gehad. Dus natuurlijk zijn zij nog volatieler dan de cryptomarkt. En natuurlijk zijn ze onlosmakend met elkaar verbonden. Hè. Ik denk dat, correct me if I'm wrong, maar dat meer dan 99% van het volume weg is vergeleken met de piek voor NFT's dan specifiek. Ja, er is bijna gewoon geen volume meer in NFT's. Crypto zal eerst echt zijn weg moeten gaan vinden voordat NFT's dan weer zijn wolf. Ik denk het ook. Ja, ik denk het ook. Dus er komt sowieso wel een volgende bull market in NFT's. Allee, laat ons hopen. In crypto en in NFT's. Maar ik denk dat eerst crypto zichzelf weer in gang moet trekken. En dat dan wel opnieuw een bull market voor NFT's er ook zit aan te komen. Dat denk ik wel. Want als ik mijn neefjes en nichtjes mag geloven, die doen niets in aandelen. Die zijn opgegroeid met crypto. Voor hun bestaat het al heel lang. Terwijl wij allemaal weten dat natuurlijk niet echt zo is. Maar zij kijken alleen maar naar crypto nu. Hoe gaan zij ermee om? Hoe ga je ermee om als je wat jonger bent? Wat moet je doen? Doorgaan. Gewoon letterlijk leren van de pijn die je nu hebt. En hoe jonger je bent, hoe beter dat is, want daar leer je van. En daardoor als je door blijft gaan, zal je daar ook profijt van hebben. Het is heel begrijpelijk dat het nu heel veel pijn doet. Maar een hoop mensen kunnen dat niet, want die zijn net echt wel heel veel geld kwijt. Sommigen zijn alles kwijt, ja. Ja. Maar dan kun je daar nog steeds van leren, nog steeds kansen zien, nog steeds opbouwen. Ja, dus als je het nu doorgaat, dan neem je het serieus, wil je zeggen? Ja, want net zoals in 2018, 90% van de mensen verdwenen toen de bear market was. We weten allemaal wat er daarna is gebeurd. En het is nu heel slecht. En het enige wat je op social media ziet, is heel slecht. Maar dat is juist het moment dat je moet begrijpen voor jezelf. Hey, hier zou een kans kunnen liggen. Voor de rest is er niks veranderd. Ja, een exchange is omgevallen, maar voor de rest is er niets veranderd. En als je juist nadenkt over dat zo'n exchange omgevallen is, ga je juist wat sceptischer worden over de banken.
Want wat als we dit gaan doen bij een bank? Een ING heeft een ratio van 1 op 40 of zo. Dus daar staat maar voor 2,5% van jouw geld op de bank zelf. Dus als we daar met z'n allen dat gaan doen, valt die ook om. Ja, dan krijg je taferelen zoals we in Cyprus hebben gezien. Hè? Ja, na de crisis. En zo, ja, mensen mochten toen, was het, 20 euro per dag afhalen? Ja, ja. Was zo'n gozer die in Libanon toch ook een bank had overvallen, omdat hij voor een operatie moest die $40,000 hebben of zo. En die heeft gewoon die bank overvallen. Of die is daar gewoon mensen gaan gijzen van, joh, ik wil het geld hebben. Kreeg zijn eigen geld niet eens. Ja, ja. Bizar. Het blijft, hoe lang gaat het nog duren voordat het allemaal in elkaar klikt? Maybe it's already happening. Ja, maar dat hoor ik ook al jaren, Michael. Ja, we hebben hier Willem ook rondlopen. Ja, hè, precies. Dus, elk jaar hoor ik wat. Maar serieus, even serieus. 3 mannen hier aan tafel die veel hebben meegemaakt ondertussen. Hoe lang gaat het duren voordat iedereen er gebruik van maakt en dat het echt iets is waar we fundamenteel mee bezig kunnen en waar we op kunnen bouwen? Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag om dat specifiek te gaan beantwoorden. Het hoeft niet specifiek, maar gooi wat in de... als je het aan mij vraagt, denk dat het nog 5 tot 10 jaar nodig heeft. Ja, dat denk ik ook eigenlijk wel. Ja, dat is zeker wel. Ja, ja. Maar ik denk natuurlijk in de laatste 6 jaar dat ik in crypto zit, is er zo enorm veel veranderd. Dat is gewoon een heel andere industrie geworden. Dat is gewoon van een duistere hoek van het internet eigenlijk gegroeid tot wat het vandaag is. Iets wat eigenlijk iedereen kent, waar echt een grote industrie rond hangt. Dus er is al heel erg veel veranderd. Er zijn ook heel veel nieuwe mensen bijgekomen. Dus ik denk, vanaf dat effectief kan gebruikt worden, ik denk ook 5 tot 10 jaar is zo mijn inschatting. Ja, natuurlijk, het hangt ook wel af van andere factoren. Factoren die het kunnen versnellen, factoren die het kunnen gaan vertragen. Versnellen kan bijvoorbeeld zijn dat het nog slechter gaat met ons huidig monetair systeem. Dat er economisch van alles en nog wat gebeurt, waardoor nog meer mensen eigenlijk zien van oké, het systeem dat we nu hebben is aan vervanging toe. Of heeft zijn volgende stap nodig. En die volgende stap is gewoon crypto, zo simpel is het. Er is ook geen alternatief momenteel. En er zou ook geen alternatief mogen zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Bitcoin, de eerste wereldmunt, ja, dat is iets dat de wereld wel nodig heeft. En meer mensen gaan dat beseffen. En ja, ik denk dat er wel bepaalde zaken kunnen gaan gebeuren komende jaren die het allemaal wel wat doen versnellen. Voor iedereen die dit nu luistert, die toch zijn eerste stappen zelfs nu in crypto wil maken, wat moeten ze doen, Michael? Waar moeten ze op letten? Als je gewoon 3 tips aan mijn moeder zou mogen geven die morgen in crypto wil stappen, of aan een van je neefjes die zegt ik wil het toch proberen, want ik vind het een interessante business en ik heb er best wel wat onderzoek naar gedaan. Blijf bij hetzelfde. Hou het simpel. Haal het inderdaad van een exchange af en zet het op een ledger of een ander hardware wallet, zodat het veilig is voor nu. Koop langzaam in en ga vooral inlezen. Als je echt wil beginnen. En raak ook altcoins even wat minder aan. Hou het gewoon bij Bitcoin en Ethereum. Heb ik jou nog nooit horen zeggen. Nou ja, waarschijnlijk is dat er nu het beste moment om wel aan altcoins te zitten. Maar er is nu zoveel aan het gebeuren in de markt, waardoor die altcoins echt naar nul kunnen. Dus het is heel riskant. Je weet niet welke er gaan overleven. Dus houd vooral bij degene die al wel veel van dit soort testen hebben meegemaakt. En dat zijn de grootste 2, Bitcoin en Ethereum. Die hebben al 4, 5 van dit soort cycli gehad. En de rest weten we het niet van. En ik denk ook als je dieper wil ingaan in het hele crypto gebeuren en inderdaad naar die kleinere altcoins wil gaan, dan moet je denk ik toch eerst ervaring gaan opdoen met die grotere munten. Mm-hmm. In plaats van onmiddellijk te gaan naar die kleinere munten, waar dat je eigenlijk ook totaal niet weet van oké, waar staan deze voor? Wat is hun voordeel ten opzichte van andere dingen? Waarom is dit nodig? Concurrentie in de markt enzovoort, dat weet je allemaal niet. Maar hoe langer je in de markt zit, hoe meer dat je dat hele plaatje wel begrijpt en ziet. En ik denk dat het pas na een tijd in de markt te zitten, dat je in principe pas klaar bent om te gaan naar die kleinere munten. Dus ik ga sowieso akkoord met wat Michael zegt. Beperk je tot Bitcoin en Ethereum en doe gewoon ervaring op. Wie wint de race? Bitcoin of Ethereum? Ether. Ja, ik denk dat ze al. Het is natuurlijk. Het is iets compleet anders. Ik denk dat ze allebei gaan winnen. Het zijn compleet andere. Ja. Ik heb het nu over het financiële gedeelte. Hè? Mm-hmm. Dat is even, want je kan de projecten niet met elkaar vergelijken. Dat mag niet. Ze hebben allebei een hele andere opzet. Maar financieel, je investeert. Ja, ik denk dat nu je juist wel kunt vergelijken. Omdat Ether natuurlijk proof of stake is geworden. En daardoor die supply anders is geworden. En een beetje hetzelfde wordt als Bitcoin. Alleen de toepassingen op Ether zullen veel meer gaan zijn dan Bitcoin, omdat het minder decentraal is. En
Daardoor verwacht ik eigenlijk in de komende bull dat ieder Bitcoin gaat flippen, omdat er gewoon veel meer mogelijk is. Dus ik denk dat daar de kans ligt. Duidelijk. Maar misschien dat... Ik durf helemaal niets meer te zeggen. Hè? Het is echt, dit is, ik weet ook dat dit op YouTube belandt. Dus ik ben de heel voorzichtig. Heel leuk, denk ik ook. Ja, ja, maar dat krijg je. Kijk, we proberen hier met z'n allen mooi, toch? Uit te vissen wat er gaat gebeuren. En daar mag iedereen zijn eigen mening over hebben. Jullie ook, wij ook. Maar dit is vooral voor de educatie. Ja. En ook een soort van waarschuwing naar kijk wat er allemaal aan het gebeuren is. Maar kijk ook naar de kansen. Weet goed wat je doet. Het is nu belangrijker dan ooit om echt je goed jezelf in te lezen, maar ook echt te weten wat je gaat doen. En dan liggen er zeker kansen, maar wees wel voorzichtig, toch? Zeker weten. Maar ik wil nog juist iets klein toevoegen aan wat Michael zei. En ik ga op zich akkoord met het feit, er is natuurlijk veel meer mogelijk met Ethereum. Maar ik denk dat wat er de komende jaren zal gebeuren, dat er veel toe doet. En ik wil zeggen, als de economie zich gaat herstellen en er komt heel veel economische activiteit de komende jaren en het vertrouwen komt terug in de economie, noem maar op. En het gaat weer een beetje naar de achtergrond wat er allemaal gaande is in het financiële systeem. Dan denk ik inderdaad dat er een mogelijkheid is dat Ethereum Bitcoin zal gaan flippen. Ja, omwille van de economische activiteit die daar kan op plaatsvinden. Maar als het monetair nog meer achteruit gaat, als de economie ineens stuikt, als we echt een doemscenario krijgen, dan denk ik wel dat grote geld zal aangetrokken worden door Bitcoin. Dus ik wil er, een beetje een afhankelijk van wat er gebeurt de komende jaren, denk ik dat het wel kan dat Ethereum Bitcoin geld zal flippen. Maar het kan ook zijn dat al het geld door Bitcoin wordt aangetrokken in een andere, de andere opties dat dan. Robin, welke NFT-projecten gaan het overleven? We hebben het natuurlijk al even kort over gehad. Zullen dat de Bored Ape zijn, Clone X? Geloof ik alleen, ja. Wat bovenaan staat? Wat mooie artprojecten hebben natuurlijk. Ik vind Azuki is ook wel een mooi project. Alleen, even te gewonnen van Oniforce. Maar die hebben ook wel wat klappen gehad hoor, Azuki. Zeker, 100%. Maar ik denk dat uiteindelijk... die jongens overleven daar toch. Blijven wel de blue chips, zeg maar. Ja. En ik geloof blue chips zijn de grote projecten die... Precies. Die eigenlijk de voorlopers zijn. Ja. Wat ik nog belangrijker vind is eigenlijk hoe het hele metaverse verhaal gaat ontwikkelen dadelijk ook. Want als ik nu kijk naar hoe dat eruit ziet nog. Hè, nog slechter dan de Sims. Het is echt slecht. Ik zie daar eerst nog een hele belangrijke stap voordat dat uiteindelijk met elkaar gelinkt wordt. Want daar gaan wel die PFP's wel een beetje over. Die nu zijn. Ja, want mensen hebben het al over Web 3.0. Terwijl wij hebben het er ook wel eens over gehad, Michael. Ik denk dat het eerste Web 2.1, 2.2, 2.3 zal zijn. Want we gaan niet zomaar naar 3.0. Nee, want een hoop mensen schreeuwen om decentralisatie, maar begrijpen niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt. En het is eigenlijk, denk ik, compleet onmogelijk om die stap van 2.0 naar 3.0 te maken. Klopt. Zonder dat daar jaren tussen zit van ontwikkeling. Ja. En dat zie je nu ook. Want we hebben het ondertussen al een paar jaar over de metaverse. Nou, ik heb... ik heb computerspelletjes die mijn neefje speelt. Die heb ik er beter uit zien zien dan, dan wat ik nu zie. Nog niet, zeg maar. Nee. Dat is een beetje het punt. Kijk, nee, Sims ziet er echt beter uit. Habbo Hotel is beter bijna. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als het uiteindelijk moet gaan zijn zoals het moet zijn. Is dat je daar met een VR-bril dadelijk in. Ik noem het een beetje digitaal fysiek. Dat je echt kan werken in de wereld. En dat je op afstand, bij je kantoor bij Day One, vanaf thuis kan werken. Maar wel langs elkaar zit. En dat soort dingen, waarin je in een supermarkt loopt. Dat we niet meer helemaal naar Dubai hoeven, maar dat het gewoon lijkt alsof we er zitten. Precies. Of in een supermarkt loopt met je Google Glasses en de houdbare datum of allergieën meteen voor je scant en dat soort dingen. Kijk, dat zie ik wel gebeuren uiteindelijk. Maar voordat dat er uiteindelijk is, zijn we wel een paar stappen verder, denk ik. Mannen, we hebben een podcast erop zitten. Het is, mooi man. Het is redelijk op de vlakte gebleven, omdat het natuurlijk voor nu ook iets is waarvan wij willen dat mensen ook wat kunnen leren. Het is een moeilijke business, helemaal nu. Als je alles leest en je er een beetje in wil verdiepen, dan lees je alleen maar doemscenario's. En ik wil ook dat dat uit wordt gelegd. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. We gaan nog even genieten van Dubai. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, dank jullie wel voor het luisteren. Voor de mensen die aan het kijken zijn, mocht je vragen hebben, stel ze gewoon even onder hier in de comments. En wie weet kunnen wij ze dan eventueel beantwoorden. Dat is wel waarom we hier zijn. Vergeet niet te abonneren. Dank jullie wel voor het kijken. Er komen nog veel meer podcasts en video's aan. Vanuit Dubai. Het is lekker weer. Zullen we even wat gaan drinken? Zeker. Yes. Ik heb water nodig. Wat zei je?
Wie zei wat? Ik zei zwemmen. Oh, zwemmen? Ja. Oh ja. De waterval. Daar heb ik helemaal nog niet over nagedacht. Laten we gaan zwemmen. Goeie. Lekker. Leuk, mannen.